Het was allemaal leuk, hè, botsauto's en zo. Maar nu is er echt een crisis aan de hand. Dat is namelijk heel gevaarlijk nieuws. Het ook deze zomer namelijk voor het eerst op in Limburg in Stijn. Daarna kwam er een melding uit Oorsbeek. En inmiddels is hij ook waargenomen in Geleen en Heerlen. Ja. Het gaat om een grote donkere wesp. De Aziatische hoornaar. En moeten wij ons zorgen maken, ja of nee? Dat leggen we even voor aan Wilfried Reinold. Hij is van Stop Invasieve Exoten. Reinold, goedenavond. Hallo. Ja, de belangrijkste vraag dan. Gaan we eraan? Nou, voor mensen is deze hoornaar niet zo gevaarlijk, hoor. Waar hebben we het dan over? Het is vooral gevaarlijk voor de natuur. Waarom? Deze soort is schadelijk voor allerlei bijen en andere insecten. Dus vooral daarvoor is het het probleem. Ja, precies. Dus het is als je als mens door deze vreselijke... Want het is echt een groot beest, hè? Het is echt 3 centimeter dik zo ongeveer. Ja, nou hij is eigenlijk kleiner dan de Europese hoornaar die veel meer voorkomt. Ja, maar als je... Het verschil is dat hij heel donker gekleurd is, bijna helemaal zwart. Ja, precies. En word je door deze dikke zwarte hoornaar gestoken de komende dagen? Is dat dan reden tot paniek of is dat allemaal wel... Nou, qua steek is het ongeveer even gevaarlijk als een wespensteek. En waarschijnlijk zal je hem niet zo snel tegenkomen als je bijvoorbeeld iets aan het drinken bent of op een terrasje zit. Want hij eet uit de natuur. Ja. Okay, maar heb jij hem al gezien in de natuur? Of ik hem zelf al heb gezien? Ja, nee. Ik woon in Amsterdam en daar is hij nog 2 jaar geleden 1 keer gezien op een boot. Maar verder nog niet. En was jij erbij? Leuk grapje. Ga maar door. Was erbij, ja, leuk woordgrapje. Je bent natuurlijk van Stop Invasieve Exoten. Dan ben je er ergens wel een beetje tegen, want waarom is het dan zo gevaarlijk? Nou ja, dus vanwege de schade voor de natuur, voor honingbijen, wilde bijen, vlinders, libellen, etc. En daar kan hij best veel van eten. Want jij houdt je niet alleen maar bezig met de Aziatische hoornaar, maar ik zit even op die website te kijken. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, halsbandparkiet, Amerikaanse rivierkreeft. Dat zijn allemaal plagen die we hier niet willen hebben en dat regen jullie. Precies. Om niet te vergeten de tijgermug. De tijgermug? Ik was hem bijna vergeten. Behoorlijk gevaarlijk voor de gezondheid. Dus ik ben altijd... Okay, ja. Wilfried, heb je nog een advies? Ja, een algemeen advies voor al die dingen. Wat moeten we nou? Nou, algemeen advies is wees alert op die Aziatische hoornaar. En als je denkt dat je het ziet, maak er een foto van of een filmpje. En dan zet het op waarneming.nl. Waarneming.nl. En op Instagram. Dan kunnen deskundigen daarnaar kijken. Okay. Nou, we zullen opletten, maar vooralsnog is er geen direct gevaar. Niet voor de mensen, wel voor de natuur. Okay, dankjewel voor de toelichting, Wilfried. Ik voel me iets geruster nu. Ik was lichtelijk in paniek. En fijn weekend. Ja. Goed hoor. Hoi.